Els, jij houdt een, wat is het, een affiche op. Tekeningen Els Molenaar, De Zaag 55, Krimpen aan de IJssel. Je hoort, ik kan lezen. Het gaat over de expositie die op 4 en 5 en 6 mei wordt gehouden in Krimpen aan de Lek. Persbericht is daarover uitgegeven. Kun jij uitleggen waar jouw werk, in dit geval de tekeningen, over gaan? Het gaat over kinderen van voor de oorlog, Joodse kinderen in dit geval, waarin ik ze het leven wat ze hebben geleden, het korte leven, wil laten leven nog een keer voor mensen, dat ze dus allemaal kunnen kijken en opnemen van wat een prachtige jeugd eigenlijk verloren gaat door oorlog. Dat is wat ik wil zeggen. En in feite krijgen ze daardoor ook een gezicht. Dat gezicht dus ook? Ja, ik wil dat gezicht laten zien. Allemaal, het zijn er heel wat, maar ik wil ze allemaal laten zien, zodat ze allemaal bekeken kunnen worden door mensen. Ja, gewoon dat ze zeggen, oh, wat een schoonheid. Al die kinderen, het is allemaal mooi. Het zijn allemaal jonge levens. En sommige zijn nog in leven, maar... Er zijn er ook heel wat omgekomen, maar ik wil ze gewoon laten zien. En voor iedereen die wil kijken. Want ik wil dat ze leven in hun kleine, korte leventje.